En hij is ook al zo chic gekleed. En brave jongens. Allee, come on, hè. Het is al wij het Duitse lijn. Ik kan de doelen niet tellen. Ze bestond niet. Ze kunnen niet bestaan. Nu ruiten met stukken lijf. Hoe wie moet ik het vertellen? Ik heb aan haar vooral gezocht. Morgen is uit Neuverans te winnen. Donker wolken over mannenkop. Ik liep heen rond, gelijk een blinde. Ik stond te kloppen op Gods handen. Allee, duwen, hè. Moet ik zelf gaan doen, of? Ik stond te kloppen op Gods handen. Nou, graag. Stap leeflijk maar binnen. Stap leeflijk maar binnen. Alain van Brussel, ik ben 66 jaar. Dag, Alain. Je heet van Brussel, je bent van Brussel. Ik heet van Brussel, ik kan in Chinees niet zingen. Zing je altijd in Brussels? Ja. Top. En altijd vertalingen of ook eigen nummers? Ik zing en ik speel gitaar in een Brussels trio, De Brave Jongens. En wij zingen en spelen Engelse, Amerikaanse blues uitsluiten in het Brussels. Jongens, dat is geweldig. Fantastisch. Cool. Ja. Cool. Ik ga je zeggen waarom ik omgedraaid ben. Ik heb lang gewacht. Ik heb lang zitten twijfelen. Echt. Ik wou in het begin al direct afkloppen. Ten eerste, je zingt het heel goed, heel geloofwaardig. Je vertelt het verhaal in het Brussels. En ik hou wel van dialect en ik hou zeker van het Brussels. Dat is iets heel speciaal. Het is heel, heel warm. En daarom heb ik toch besloten om op te draaien op het laatste moment. Omdat ik het gewoon... Ik geloof u. En dat is belangrijk. Dank u. Dank u. Ja, ik was aan het denken... Ik was er naar aan het luisteren en ik keek naar Walter en ik zeg... Oh, dat is wel tof. Het is wel nog eens iets anders. Wat is dat voor je? Iets nieuws. Nee, integendeel, iets nieuws. Maar dan denk ik van, ja, wat moet ik daarmee? Ja, ze verstaan geen Brussels. Ja, ik versta geen Brussels. Ik kan dat u leren, hè. Ik versta alleen maar campus. In elk geval, ik vond het geweldig. En ik ga u één ding zeggen, kiest voor mij. We gaan de vrije harten. Aan dit jezelf brengen. En dat de mannen die je hebt. Oh ja.